Belgosur, een Belgische organisatie die kansarme kinderen in Suriname ondersteunt, heeft tijdens een benefitavond meer dan 70.000 euro opgehaald. De benefiet vond plaats op 11 oktober 2024 in België met zo'n 200 gasten. Ambassadeur Gilbert van Lierop van Suriname bedankte de organisatie en benadrukte hun structurele steun. Belgosur investeerde dit jaar onder andere in een nieuwe keuken voor Vitaliada en onderwijsprojecten voor kinderen met dyslexie en autisme. Alle opbrengsten worden volledig besteed aan benodigd materiaal. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de werkgroep Albina in ontwikkeling opgericht om de ontwikkeling van Albina te bevorderen. De werkgroep onder leiding van Arnold Bukuru zal projecten en achterstanden in het gebied duurzaam aanpakken. Santokhi benadrukte het strategische belang van Albina als grensplaats en verzekerde steun aan de werkgroep. Bukuru wees op de noodzaak van verbeterde infrastructuur en gezondheidszorg en beloofde snel actie te ondernemen. Na een jaar zal de werkgroep een eindrapport aan de president presenteren. Meester Siglin Wijnhard en meester Maitri Kuldeep Singh zijn op 15 oktober beëdigd als respectievelijk voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het Tuchtcollege voor het notariaat. President Santokhi benadrukte het belang van deze benoeming voor de integriteit en verantwoordelijkheid binnen het notariaat. Wijnhard noemde het een eer om deze taak op zich te nemen en zal voortbouwen op haar ervaring als plaatsvervangend voorzitter.